Hallo allemaal, in dit filmpje leg ik jullie uit hoe je machten met een negatieve exponent kan berekenen. Bij de eerste situatie is het grondtal een geheel getal en de exponent is min 1. Als ik dit wil uitrekenen, krijg ik 1 veertiende, of met andere woorden, het omgekeerde van 14. Tot de min eerste wil dus gewoonweg zeggen, neem het omgekeerde. Als we dit in symbolen willen noteren, a tot de min eerste, we nemen het omgekeerde van a, dat wordt 1 op a. Tweede voorbeeld, min 6 tot de min eerste. Ik neem opnieuw het omgekeerde, dus dat wordt 1 op min 6. Maar we hebben de afspraak dat we het minteken telkens in de teller zetten, dus uiteindelijk krijgen we dan min 1 zesde. We hebben hier nog steeds als exponent min 1, maar in dit geval is het grondtal een breuk. We gaan nog steeds hetzelfde principe toepassen. Ik neem het omgekeerde van 5 achtste, dat wordt 8 vijfde. Als ik dat dan in symbolen wil noteren, ziet dat eruit als volgt. A op B tot de min eerste. Tot de min eerste wil zeggen neem het omgekeerde, dus dat wordt B op A. Min 4 derde tot de min eerste wil weer zeggen neem het omgekeerde, dus dat wordt 3 op min 4. Ook hier als afspraak noteren we het minteken in de teller, dus we krijgen min 3 vierde. Ik heb nu een willekeurige negatieve exponent, dus niet meer gewoonweg min 1. 2 tot de min derde. Het minteken wil nog steeds zeggen dat we het omgekeerde gaan nemen. Dus 1 tweede is het omgekeerde van 2. Maar als we het omgekeerde hebben genomen, dan zullen we de exponent positief maken. Dus ik krijg 1 tweede tot derde. In symbolen a tot de min n. We hebben net gezien, we nemen het omgekeerde van het grondtal, dus dat wordt 1 op a en de exponent wordt positief. Dus 1 op a tot de n. We gaan de oefening wel even verder uitrekenen. Je hebt ondertussen geleerd dat als je een breuk tot de macht verheft, dat je zowel teller als noemer tot die macht verheft. Dus we krijgen 1 tot de derde op 2 tot de derde. En dat wordt dan 1 achtste. Tweede voorbeeld. Min 9 tot de min tweede. We passen eerst de rekenregel toe. Het omgekeerde van min 9 is min 1 op 9. We maken de exponent positief, dus tot de tweede. Ik zei net min 1 op 9 of 1 op min 9. Hè? Dat kies je zelf. We gaan dit verder uitrekenen, dus ik doe zowel teller als noemer tot die macht. Let erop dat je min 9 nog steeds tussen haakjes zet, want je wil ook de min mee tot de tweede macht verheffen. 1 tot de tweede maakt 1, min 9 tot de tweede, ik heb een even exponent, dus dat wordt positief 1 81ste. Volgende voorbeelden, het grondtal is nu geen geheel getal meer, maar een breuk. Zelfde principe, ik neem het omgekeerde, dus dat wordt 4 derde van het grondtal. En opnieuw de exponent zal positief worden, dus wordt tot de tweede. Ook hier de rekenregel die ik net heb toegepast. A op B tot de min n. Ik neem het omgekeerde van het grondtal, dat wordt B op A. En de exponent wordt positief tot de n. Ik reken weer verder uit. Ik doe zowel teller als noemer tot de tweede macht. Dus ik krijg 4 tot de tweede op 3 tot de tweede. 4 tot de tweede is 16, 3 tot de tweede is 9, dus 16 negende. Tweede voorbeeld, min 5 tweede tot de min derde. Ik neem het omgekeerde, dat wordt 2 op min 5 en de exponent wordt 3, want die moet positief worden. Ik ga zowel teller als noemer tot die macht verheffen, dus ik krijg 2 tot de derde. Op min 5 tot de derde. 2 tot de derde maakt 8. Min 5 tot de derde. Ik heb een
oneven exponent, dus de uitkomst wordt negatief, wordt min 125. Ook hier, de afspraak is om het minteken in de teller te plaatsen, dus we krijgen min 8 op 125. Bedankt om te luisteren.